Hallo, het is 13 oktober vandaag. Het is ochtends vroeg voordat ik zo dadelijk mijn zoon op pad ga en moet kiepen. Ik wil jullie graag bedanken voor je reacties op de vorige videobericht. Het is eng, het is nog steeds doodeng. Maar toch, we gaan verder. Ik wil proberen hoe dat afloopt. En jullie reacties zijn daar een steun. Anne, het klopt, de camera is niet echt super deluxe. Het is een webcam van Logitech. Ja, voorlopig ga ik het weer proberen. Ik edit het materiaal niet, ik schiet het in één keer. Dus we zien wel hoe dat uitpakt. Misschien in de toekomst, als het erg leuk is en het goed gaat, dan pakken we een andere camera. Je ziet het nog steeds op dezelfde plek zitten, omdat natuurlijk, het is een webcam, dus we hebben niet de mogelijkheid om overal rond te lopen. Dankjewel voor je woofie. Dat is ook leuk. Woofie, dankjewel Tara voor het geven van de woofie in ons. Hopelijk gaat het zich meer verspreiden. Als je wilt weten wat een woofie is, zoek het op. WHUFFIE. Wie weet vind je het leuk. We zijn donderdag ben ik naar Boondoggle geweest. Een seminar van Boondoggle over word of mouth. Daar sprak onder andere een dame uit België van Dolf, van Nuleven. Over een virale videootje en waar ze onderzoek naar hebben gedaan. Interessant, daar is ook een PDF van. Maar kijk, dat staat in mijn verslag. Ik heb daar live geblogd. In het verslag zie je de linkjes naar die PDF's, dus als je dat wilde lezen, dan kan dat. Ik ontmoette daar ook nog Thijs, ook was dat Paul de Maagd. Maar Thijs komt uit België, dus het is www.twitter.com/TIJS, dus Thijs. En die vertelt nog over een interessante applicatie die heet MetaTale, dat is MetaTale.eu. Een applicatie waar je ook kunt kijken wat is de invloed, wat zijn de dingen waar al gesproken wordt op de blogs en welke blogs zou ik daarvoor moeten gebruiken voordat je een campagne gaat starten. Verder, ik hoop dat ik jullie hulp kan vragen en dat wil ik dan proberen steeds vaker te doen. We zijn nu bezig met dat Twitter-netwerk wat ik al verteld heb in de vorige video. Maar daarin is er nu een vraag bijvoorbeeld hoe we het rechtsvorm kunnen aanpassen, hoe moeten we het bedrijf starten? Dus je bent met drie zelfstandigen, je gaat samen het bedrijf oprichten. Wat is de goede rechtsvorm? En daarbij zou het kunnen zijn dat je nu een rechtsvorm kiest en straks een andere.